Daar ligt ook nog wat. En hier ligt wat. Het voelt een beetje uitzien als een hondenkot. Een hele goede morgen. Vandaag is het zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. Ja, weer een teken van leven van mij. Ik heb natuurlijk in quarantaine gezeten vanaf 2 januari. En diezelfde week was ik positief getest en Chris natuurlijk negatief. Ik heb nog steeds geen geur en smaak. Maar voor de rest is dit, gelukkig heel mild geweest in vergelijking met een goede griep. En mag ik nu weer naar buiten? Ik ben uit quarantaine in principe gisteren ook alweer eventjes gaan werken. Goed, het was maar een halve ochtend of een halve dag. En voor de rest rustig aan. Ik ben nog heel moe. Maar officieel mag ik weer naar buiten, ben ik niet besmettelijk. Gek is, ik kwam op het werk weer. Nou, je wil niet weten hoe ineens mensen weten wat anderhalve meter is. Wat? Ze weten nu ineens wat 3 meter is. De rest gaan we nu met verse moed beginnen. En ik hoop dat dit snel over is. Het is een rotheid. Ja, het kabinet is gevallen gisteren in verband met die toeslagenaffaire. En ik vind het een beetje ongepast nu in deze tijd met deze coronacrisis. Dat je een kabinet laat ploffen. Maar goed, wie ben ik om daarover te beslissen? Ik heb een lamme arm nu, dus ik ga stoppen. Dat is wel iets, last van mijn spieren. Dus ik ga die camera laten zakken. En zien wat deze week mij brengt. Wat we allemaal gaan doen. Ja jongens, het sneeuwt sinds vanmiddag. Morgen is het weer weg, dus ik film het nu eventjes. Het is avond. Ik ga zo met eten aan de gang. We eten kipsion. Ik doe alles uit kant-en-klaar, pakjes en zakjes nog, want ik proef dus helemaal niks. Het is nog steeds, ik ruik niks, ik proef niks. Lekker wel even naar de supermarkt geweest vanmiddag. Keurig mondkapje voor natuurlijk. Celine die deed mij een berichtje. Die was vanmorgen wezen boodschappen doen, ze zegt. Mensen die met hele kluppen de supermarkt ingaan. Geen mondkapje dragen, geen kar. Ja, dat gebeurt hier dus niet. Hier in het dorp krijg je allemaal een kar toegewezen. Die wordt schoongemaakt. En je mag zonder kar en mondkapje niet naar binnen. Dus het is nog steeds dus niet gelijk overal. Ik heb dus van die kleine rare mugjes. Hier, zie je hem. Het is geen fruitvliegje. Het lijkt er wel op. De fruitvliegjes zijn van die kleine bolle vliegjes. Dit zijn slankere vliegjes. Dit zijn fruitvliegjes met honger, denk ik. Maar ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik heb ze al een hele poos. Ik heb ze al een paar maanden. Goedemiddag, het is vandaag zondag. Het is prachtig mooi weer. En we zijn hier bij RCN de Potten. Onze oude lichtplaats. We hebben vroeger met onze allereerste boot gelegen. En hier gaan we even met Romke lopen, want verderop was het heel druk. Zonder heel veel auto's en hier was het stil. Want volgens mij mag hier officieel ook niet met de auto staan. Maar heb je nou toch geen last van. Ik denk niet dat ze ons wegslepen hier op zondag. Alles is natuurlijk dicht. En we gaan nu even lekker lopen. Vannacht is de ergste sneeuw weer weggespoeld door de regen. Beach Club Snake. Eat and drink raw and sexy. Nou, wat moet je daarbij voorstellen? De coronakapper is trouwens bij ons langs geweest. Wat zeg je? Ik vertel eventjes dat de coronakapper is langs geweest. Ik heb de nieuwe tondeuze in gebruik genomen bij Chris. Kijk. Doe, blijf even staan. Hey, hallo. Ja. Hallo. Ben je in beeld? Ik zie het niet. Ja, van mij wel. Ja.
En Chris heeft bij mij een stuk eraf geknipt. En ik vind wel dat het goed gelukt is. Nou, hier liggen van die houseboot gevallen. Die je kan huren van die varende dingen. Nou, het zijn nieuwe huisjes. Een soort chaletjes op een verhoging. Die kijken uit over het Snekemeer. Nou, kijk eens hoe poepig. Heel klein. Keukentje, een bed hier. Even te zien is. Hoe grappig. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. Ik was alweer even terug uit het werk. Ik heb gegeten. Ik zal zo met Romke lopen. Het is een vieze, druilerige dag. Het is heel erg. Ik ga de gordijnen even open gooien. Het is heel nat en koud. En ja, ik ben vanaf gisteren weer niet fit. Ik ben heel erg moe. Nou is dat een normaal verschijnsel met COVID. Maar zoals gisteren, dat was echt verschrikkelijk. Zo uitgeput dat ik was. Ik bedoel, ik kom terug uit het werk en dan beland ik op die bank en tegen heugenmeug met die hond lopen. En vanmorgen had ik weer eventjes een nieuwe vrouwtje wat bij ons komt werken, die even inwerken, even telefoontraining geven. En ja, dat is dan ook wel even vermoeiend. Maar ik zal eerst met Romke uit. En ik snak naar voorjaar, naar zon, naar warm weer. Ja, wie niet, denk ik. Dit zijn ook geen winters natuurlijk, hè. Dat kleine beetje sneeuw van de week, dat stelt natuurlijk ook niks voor. Die hond die ligt te snurken. Die snurkt tegenwoordig alleen maar, ook als die gewoon naast je zit. Je hoort hem heel zwaar ademen en... Ja, ik weet ook dat hij dat doet om aandacht te trekken, maar ik begin nou maar twijfels te krijgen dat het wel gezond is. Hij slaapt zoveel. Hij ligt daar nou in het hoekje achter de plant. Ik hoor hem gewoon hier helemaal. Hij stopt ineens met snurken, dat is ook wat. Je was net aan het snurken. Moet je wel even doorsnurken, anders geloven ze me niet. Ga je straks mee? Verlopen? Het wordt zo'n oude hond. Je bent ook zo'n oude hond, hè? Ja. Ik ben weer met mijn favoriete hobby bezig geweest. Ik sta weer van mijn haar te knippen. Chrissy had het van het weekend zo recht afgeknipt, maar dan vond ik het hier zo, ja, eerst zat het goed, maar omdat ik heel dik en veel haar heb, gaat het een beetje als een lampenkap zo uitstaan. Dus ik heb hier nou aan de zijkant, heb ik wat laagjes geknipt en wat uitgedund. Misschien heb ik het ook wel verziekt, ik weet het niet. Er zitten niet echt hele grove rare dingen in waarvan ik denk van, oeh, dit staat niet, maar... het is nou wat handelbaarder. Kijk, ik had nou een beetje omhoog drukken zo. Zit er echt even wat meer lucht in. En ik vind dus oprecht vind ik dit leuk, hè, in mijn eigen haar knippen. Maar je weet gewoon dat je geen backup hebt van een kapper die het weer op kan lossen als je het verziekt. Dus dat is best wel spannend dan. Maar goed, ik laat het zomaar, denk ik. Ik kan nog een heel piepklein staartje doen. En, nou ja, je ziet wat er afgekomen is.
Daar ligt ook nog wat. En hier ligt wat. Nog best wel veel. En ik heb een beetje naar die hair tutorials zitten kijken op YouTube. Hoe ze laagjes knippen, maar ja, dat is zo lastig te doen bij jezelf. Dus, nou ja, zo moet ik maar weer een tijdje vooruit. Ik ben zo moe. Verschrikkelijk, joh. Ik kan wel slapen. En ik word helemaal gek van mezelf. Want de dingen die ik moet doen, die komen niet uit mijn handen. Ik heb een was draaien. Ik ben met mijn computer bezig geweest. Mails wissen en alles. Updates. Weet je, met een vlog bezig. Gisteren is mijn vlog online gekomen van... dat ik natuurlijk op bed lag met COVID. En ik had verwacht dat er helemaal niet zoveel mensen naar zouden kijken. Maar binnen no time hadden er 80 mensen naar gekeken. Een hele goede morgen is het nog. Het is 11:30. Het is vrijdag vandaag. Ik heb alweer de werkweek erop zitten nu. En ik ben zo ontzettend moe, uitgeput. Dit doet corona dus met je. Echt, dit is verschrikkelijk. Ik was gisteren ook eventjes op de fiets naar de supermarkt. Nou, dat is misschien 5 minuten fiets. En ik was kapot. Echt kapot. Maar goed, de werkweek zit erop. Het is gelukkig mooi weer. Dus ik ga denk ik eventjes knipperen op de bank. Eventjes een broodje eten. En dan even een oogje sluiten. En dan ga ik met de hond lopen. Kijk, dit is de vrijdagmiddagmood van Romke. Gaan we zo ook lopen, hè? Denk je dat het gaat lukken vandaag? Omdat ik nog steeds niks ruik en proef, gaan we weer iets kant-en-klaars doen. Ik doe dit. Ja, daar is die broccoli kaasschotel. Ik is niet zo gek op broccoli, dus dan maken we er even lekkers van. Dan ga ik er wat aardappeltjes bij koken nog. Gehakt zit er in de pan, er zit een uitje doorheen, er moet nog een tomaatje door. Broccoli in stukjes, dat is al gekookt. En een beetje kokeroom. Zo'n ander ding. Oké. Kijk, het plaatje ziet het er toch een stuk frisser uit als dit. Het moet een beetje uitzien als een hondkot. Zo, lieve mensen, wij hebben gegeten. Die lamp een beetje zachter zetten. Zo. Dan zie je die harde lijnen zo. We hebben gegeten, de broccoli was lekker volgens Chris. Ik proef alleen maar een beetje zout nog. Ik ga de keuken opruimen, zoals je ziet is het een bennen. De vaatwasser heb ik al vol, maar dus het ligt nog wat. En het is natuurlijk ook vrijdagavond. Dat betekent ook het einde van de vlog. Geen idee wat ik allemaal gefilmd heb. Niet veel, denk ik. Zo bijzonder veel hebben we niet gedaan. Gewoon gewerkt. Dus ik ga hem afsluiten. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Steek even dat duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je ook nog even op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag terug bij een volgende vlog. En dan wens ik jullie een heel goed weekend en een hele goede week toe verder. En blijf gezond, hè mensen. Morgenavond, de avondklok gaat in. En blijf alsjeblieft gezond. Blijf bij de mensen weg, want ik weet er alles van. Alsjeblieft mensen, denk er goed om, want er komen nog zoveel besmettingen bij elke dag weer. Jongens, tot de volgende vlog. Doei doei.